Yo mensen, welkom bij deze nieuwe FIFA 20 Manchester United Career Mode. In deze aflevering hebben wij de wedstrijd tegen Crystal Palace en Southampton en dan is het ook gelijk Deadline Day. Vorige aflevering hadden wij tegen Chelsea gespeeld, wat een 0-0. En tegen Wolverhampton hadden we 4-1 gewonnen. Dus dat was een hele lekkere uitslag. Dus nu tegen Crystal Palace is een wat mindere club. Dan gaan we even kijken naar het team dat we gaan opstellen. De Gea is sowieso goal. Ik denk dat ik Dalot erin zet voor Wan-Bissaka. En Pogba. Even kijken. McTominay gaat sowieso op de bank. Van de Beek. Wie kan het beter verdedigen? Dat doe ik het zo. En ik ga Vinicius in de basis zetten. In plaats van Martial. Dus met dit team ga ik de wedstrijd in. Eens even kijken wat ze doen. Ik ga Luke Shaw op de bank zetten. En Greenwood. Verder nog iets? Nee, niet echt. Oké, zo ga ik de wedstrijd in tegen Crystal Palace. En dan ga ik daar nu gewoon heen. En dan zie ik jullie als we daar zijn aangekomen. Zijn we dan... We spelen thuis, het regent alleen. Het regent in Manchester. Zoals de commentator ook zegt. We spelen dus in Old Trafford. Prachtige stadion. En let's go. Mijn naam is Sierte Voorzet. En nu wordt het oppassen. Bruno Fernandes. Nee, oeh. Die leek er even in te gaan. Wat heeft hij daarmee gedacht? Hij komt niet eens in de buurt van het doel. Donny van de Beek. Marcus Rashford. Hij komt dichter in de buurt van het 16 meter gebied. Fernandes hier. Oeh, keepertje, rebound. Lekker. Vinicius volgens mij is dat, toch? Is dat Vinicius? Yes. 1-0 voor. Top. Ik ga eventjes nog rugnummer veranderen. Donny van de Beek met nummer 7 en Vinicius met nummer 14. Ik ga dan Vinicius 7 geven en Donny van de Beek moet nog even kijken. 1-0, mooie rebound gewoon. Helemaal top. Oké, okay, we gaan de tweede helft nemen. We zijn al steeds met 1-0 voor. We hebben wel meer kansen dan hun en we spelen dus beter. En hier hebben we gelijk al een kans. Ja, het is start. Maar we hebben nog steeds een bal. Oh, jammer. Daniel James. Ik vind dat hij goed heeft gespeeld in de eerste helft. Ik ga ervan uit dat hij blij is met die goal waarmee zijn ploeg de voorsprong te pakken heeft. En nu op jacht naar de volgende. Rashford hier. Lekkere goal. 2-0. En ze versterken hiermee een voorsprong. Het verschil bedraagt inmiddels 2. Even daar aan kijken. Hij blijft maar gaan. Hij blijft maar gaan. Hij draait goed weg daar. Schiet hem zo in de hoek. En elke keer weet hij uit de greep van zijn tegenstanders te blijven. Zijn derde goal alweer in de Premier League. Hij gaat lekker. Max Meijer. Cenk Tosun. Ziet er veelbelovend uit. Andros Townsend. Zo, goede kans van hem nog. Oké, okay, vrije trap voor Crystal Palace. Een overtreding. Okay. En die gaat de kaart over. Nice. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Kunnen ze die en nu snel schakelen voor de counter. Zo. Oh, we krijgen nog geel voor een overtreding, een paar minuten geleden. Maar dit was wel even een goede kans. Corner. Niks. Oké, we gaan de laatste paar minuten in. Krijgen we, even kijken, we 3 minuten extra tijd. Misschien kunnen we nog eventjes een goaltje erin prikken. In ieder geval staan we 2-0 voor, dus de winst is gewoon binnen. Dus ook weer mooi, 3 punten erbij. Mag ook wel tegen Crystal Palace, maar dat is nog. Je weet het maar nooit in de voetballerij. En vooral niet in de Premier League. Oké, 2-0 gewonnen. En de persconferentie ga ik even overstaan en dan zie ik jullie zo weer. Oké, hier zijn we weer. We gaan weer even trainen. Wat zullen we vandaag, wat heb ik vorige keer getraind? Ik heb geen idee. Ik doe in ieder geval weer mijn aanval gewoon. Vandaag heb ik ook mijn aanval gedaan.
Maar dat maakt niet zoveel uit. Rashford is 84 rated, lekker. Greenwood is echt bijna een rating omhoog. James ook bijna. Dan gaan we weer even verder simuleren. Vinicius scoort zijn eerste doelpunt van het seizoen, zie je dat echt. Trouwens, wat voor De Gea, ja, dat gaan we weigeren. Als het nou Barcelona was of Real, anders wel maar Dortmund. Nee. De deadline deze token aan te komen, die hebben we eerst voor de wedstrijd, als het goed is. Nog een paar aanbiedingen. Basic dan zijn er niet al gekomen. We gaan in ieder geval onderhandelen. Ze bieden nu wel wat van zijn waarde, dus het zou. Je zou zomaar een goed transferpot uit kunnen komen. 4.1 bieden ze nou. Dan gaan wij 7.5 doen, denk ik. Nou, hij wil dat ook niet. Nou, dan niet. En hebben we verder nog iets? Wedstrijd verplaatst. Waarschijnlijk voor iets van de beker of zo. Ja. Deadline day gaat er aankomen. Transferboot voor Bailey zie ik. We hebben eerst de wedstrijd, dan pas deadline day. Ja. Even kijken. Wolves dan wil ik ook. Ja, ik ga het weigeren, want... Ik heb... Jones heb ik dus nu al weg. En Lindelof heb ik ook al weg. Ga vanuit transferlijst. Dan ga ik eventjes kijken. Want Jones zit nu bij Ajax. Phil Jones, even kijken. Kijk hem hier. Zit hij dan bij Ajax? Oké, ik ga in ieder geval Zaha even nog erop zetten. Ik ga hem nu niet per se kopen. Maar gewoon voor later. En ik ga Memphis Depay erop zetten. Depay. Zo. Oh, die is hier natuurlijk naar Dortmund gaan. Echt in elke demo die ik gewoon doe, gaat Depay naar een andere club. Geen idee waarom, maar het is eenmaal zo. De wedstrijd tegen Southampton, die gaan we dus ook spelen. Even kijken wat hebben we daarna. Dan hebben we weer even een paar wedstrijden niks. Daarna gaat het druk worden met Leicester, Marseille, Liverpool en Arsenal gewoon. Dus we hebben echt harde wedstrijden die eraan gaan komen. Maar in ieder geval tegen Southampton kunnen we met het beste team gaan spelen. Even kijken. Recht achter komt Wan-Bissaka weer. McTominay gaat erin. Van de Beek speelde trouwens wel goed. Vinicius speelde ook goed. Misschien dat ik hem... even kijken waar ik hem maar zal spelen. Hij kan alleen dus blijven in de spits. Vinicius alleen links buiten. Ik denk dat ik maar even rechts buiten zet. En Daniel James op de bank. Dus dan doe ik het zo. Heb ik nog iemand hier? Nee. Dus even controleren. De team. Martial rechts buiten, Vinicius links buiten en Rashford in de spits. En ja, dan ga ik naar de wedstrijd tegen. Kijk, wie was het ook weer? Southampton en de Security. Als we zijn aangekomen bij de wedstrijd. Die zijn we dan. Weer allemaal vuur zie ik. Heel mooi. Hallo allemaal, welkom hier. Ja, ik hoop dat we weer gaan winnen. Die tenues lijken trouwens wel een beetje op elkaar. Dat is wel lastig eigenlijk. Ook jij van harte welkom, Siert. Lekkere steekpaas. Nou, wat kan hij hiermee? Nee joh, die gingen echt bijna in gewoon. Ze kunnen snel uitbreken nu. Oké, steekpaas over de verdediger. Oeh, de keeper. Rebound. Weer de verdediger. Nog een schot, weer de verdediger. En over, nee joh, wat slecht. Pogba, jongen. Hoeveel kansen hebben we van die gat, man? 3 of zo. 3 of 4 kansen. Zeker als je fietje naar natte zon vandaag. Ik denk niet dat de regen een negatieve impact op het spel heeft. Goed gezien, jongen. Zo, op de paal. Oh, 1-1. Wat een mooi doelpunt is dat. Ik kom er niet meer bij mijn speler. Debuteer bij een nieuwe ploeg. Debutant van Southampton, wie is dat dan? Het scheelt eigenlijk heel weinig. Ik ben wel benieuwd. Centimeter verder.
was hier uitgekaatst. Maar nu. Ja, dat is jammer. 1-1. Maar wie is deze Chappie nou die scoort? Alfredo Morelos. Volgens mij was hij bij Rangers of zo. 1-1. Ah, 1-1 nu. Goeie pas van Fernandes. Hij speelt op slip. De doelman heeft al naast de goal. Fantastisch. Ja, schot. Op een gevaarlijke plek. Wie weet gaat het erin. Ah, die ging al slecht. Neem hem dan. Hij laat zich terugzakken om de bal op te halen. We gaan zo de rust in. We krijgen 3 minuten extra tijd. We zijn nu nog in de aanval. Keiharde knal. Corner. Oh wat, geen eens een corner. Nou, nog 1 minuut gaan. En dan, dan gaan we de rust in. We zijn nog steeds 1-1. En wie weet wat er de tweede helft allemaal gaat gebeuren. Anthony Martial. We gaan rusten met de gelijke stand van 1-1. Doelpoging. Nee, hard geschoten. Anthony Martial. Fernandes. Geplaatst schot. Oh. Zijn bedoeling was een geplaatst schot. Maar geplaatst op het doel natuurlijk. Tenzij dit dan weer de bedoeling was. Ja, die ging eigenlijk best wel ver naast. Bayern München heeft flink wat te besteden. Er is nu bevestigd dat ze dat ook daadwerkelijk hebben gedaan en een speler hebben gekocht. Zo, Kante is gewoon naar Bayern gegaan. Volgens mij past deze speler perfect. Linksbovenin was het te zien. Kijken of dit wat oplevert. Met de juiste inworp creëer je meteen een kans hier. Hulkbier. Kijken wat hij ermee doet. Redding. Lekker keeper. Zeker nog niet beslist. Alles is nog mogelijk. Lekkere steekpaas. Nee joh. Ongelukkig hoor. Verdedigers zijn daar helemaal even de weg kwijt hoor. Het is 90ste minuut nu. Er komt wat extra tijd bij. Hoeveel? 3 minuten. Er komt 3 minuten extra speeltijd bij. Slechte paas ook weer. Gaia weer. Hij is echt goed ook hoor. Onderschept echt veel ballen daar. En een vrije trap. Vrije trap. Snel naar voren. Bruno Fernandes. Pogba. Een leep balletje diep. Zo, wat een knal. Lekker. 93ste minuut. Ikailo, lekker jongen. Wat een wissel. Prachtig om te zien. Oh, deze had ik echt niet aankomen. Bam. Lekker jongens. Ja, dat kan nu elk moment worden afgefloten. Oké, okay, er is afgefloten. We hebben met 1-2 gewonnen in de laatste minuut. Wat lekker dit. Ja, ik ga wel even naar de persconferentie, want dit is wel een speciale goal zo. Dus ja, wat lekker. Just got a couple of questions for you regarding the match. Kijk, dat is gewoon vandaag genoeg. We bleven later met spannendje ploeg. We zien in de laatste 5 minuten de winnende treffer. Nou, daar wil ik best geluk mee, toch? Soms heb je wat geluk nodig, ja. Ja, wij speelden dus goed. Dit is gewoon een perfect antwoord. Hun speelden ook goed, dus ja. Met een doelpunt verschil gewonnen was dat hem toen dat durfde. Kloppen. Ook is het was een goede wedstrijd. Modellen van vandaag. Dank je, dat zijn alle vragen die we hebben voor je. Dan hebben we nu deadline day. Hier zie je het al, hè, bij topdeals. Kante naar Bayern gewoon. Skriniar van Inter naar Real. En Bernardo Silva naar Real Madrid. Even kijken hoor. Arsenal heeft Lacazette en Saka verkocht. Wat spelertjes gekocht. Aston Villa heeft ook wel wat uitgegeven. Gakpo, Tete en Rekik. 3 Nederlanders. Oh. Even zien. Chelsea, William, Tomori, Abraham en Kante verkocht.
Cavani terecht kocht als spits. Cuadrado als buitenspeler. Upamecano als verdediger. En Neres hebben ze. Ze hebben eigenlijk van elke positie wel een andere speler gevonden. Even kijken. Hier niet echt iets. Ze hebben Surely Tomori gekocht. Leicester heeft Vardy dus verkocht. Liverpool. We hebben Thiago gekocht van Bayern. Volgens mij heeft Schleiko, Milner, Klein en Gomez verkocht. Nou, City heeft ook wel lekker zaken gedaan. Ze hebben Silva verkocht en de Silva gekocht. Ik weet niet precies welke. Nou, wij zelf natuurlijk hebben ook veel nieuwe spelers verkocht. Nou, 4 nieuwe spelers en wat verkocht. Even kijken. Verder. Adams hebben ze ook verkocht, zie je hier. Sheffield heeft ook best wel wat goede transfers gedaan. Tottenham, Savic gekocht waarschijnlijk gewoon voor al de wereld. Verder. En Chilwell. Ja, verder niet hele speciale transfers hier. Wolverhampton. Oh, die hebben Abraham gekocht. Even kijken. Ja, dat was het. Nou, goede transfers. Best wel. Best wel veel transfers. Deze keer, wij hebben een... dit is niet interessant wie allemaal weggaat voor interlandperiode. We hebben weer een berichtje. Davies naar Paris Saint-Germain zie ik. Sevilla zou Jean willen kopen. We kunnen het... ja, we kunnen het accepteren, want dan hebben we Dalot, die kan links en rechtsback. En we hebben Fosu Mensah dan. Ja, ik ga hem even onderhandelen. Even kijken hoor. 15 waarde. Ik ga 21 miljoen doen. Misschien accepteren ze het. Ja, dat is goed, joh. Goed, goed bod. Gaan we weer terug. We hebben niet echt een nieuwe speler nodig. Hij staat sowieso nu wat meer op de bank door Kaya die er was komen. Bellerin naar Liverpool zie ik. Terwijl ze Alexander-Arnold hebben. Even kijken, verder nog wat. Nog een aanbieding. Waarschijnlijk dat Luke Shaw is verkocht. Wel vastgelopen, hij wil dus blijven. Manchester United wint door dramatische late treffen van Ighalo, zie daar rechts, hier zo. En nog 3 uur, nog een transferbond denk ik. Fosu Mensah, nou, dat gaan we ook weigeren. Wat afwezen. 2 uurtjes te gaan, nog een bot. Transfer voor Pereira. Ja, ik ga hem even afwezen. Want ik kan hem altijd nog gebruiken. In ieder geval voor dit seizoen. En dat is het laatste uur alweer. Dan zijn we klaar. Nog even wat trainen. We gaan het middenveld doen. Gaat er iemand omhoog? Nee, niemand. Even nog naar kantoor toe. Geen belangrijk bericht, denk ik. Nope. We staan nu momenteel derde met 10 punten. Als we niet hadden gewonnen, stonden we ook gewoon gelijk 6. Dus dat is heel lekker. City, Liverpool, eerste. Everton zit ook. Oh ja, Everton heeft ook een wedstrijd minder gespeeld. Sommige clubs hebben een wedstrijd minder gespeeld, zoals Everton dus. Nou, ik ga in ieder geval de video weer afzetten. We hebben 2 wedstrijden gespeeld. In de volgende wedstrijd, in de volgende aflevering, spelen we tegen Leicester en Marseille in de Champions League. Dus ja, vergeet niet te liken en te abonneren en dan zie ik jullie in de volgende video.